Hallo mensen, welkom terug bij een nieuwe aflevering van FIFA 15 Carrière Mode Manager of zo. Mode met Ajax. We waren gebleven tegen de wedstrijd tegen SC Cambuur. En daarna hebben we de volgende wedstrijd, hebben we de moeilijke wedstrijd tegen Barcelona. En dan hebben we de volgende aflevering, denk ik, hebben we tegen Feyenoord. Ja. Dat zijn dus twee moeilijke. Want ik speel nog steeds gewoon op professioneel. En als dat te makkelijk wordt, wel zag ik hem wel op wereldklasse. Maar ik heb ook even bij vacatures gekeken. En ik zag FC Dordrecht. Lol. Gooit Eagles. Oké, lol. Heracles. En hoe zeg je dat ook weer? Borglam. Ach. Kor. Zoiets of zo. Dat ik veel. Ja, dat vond ik wel grappig, want drie, ja, voor mij slechte clubs die mij willen. Dat vind ik wel grappig. En we hebben gewoon alles gewonnen. Maar dat komt ook wel omdat we op semi-prof stonden eerst. Ja, toen was het wel makkelijk. We hebben gewoon de volle 10. We hebben de volle... Laat maar. Ik weet niet wie dat moet zeggen. Maar we gaan deze selectie tegen Cambuur. En daarna doen we de andere spelers tegen. Tegen Barcelona. Maar even kijken hoe lang dat nu al duurt van Durk. Maar dat is, zie ik, 5 weken. Ja, 2 maanden. Lekker voor hem. 3 maanden. Zo. Het zijn wel lengtes, joh. 3 maanden. Je zou maar 3 maanden geblesseerd zijn, joh. Championeetje. Zou ik niet leuk vinden. Maar we gaan tenminste de wedstrijd spelen tegen SC Cambuur. Zo. Lelijk stadion. Crown Lane. Skippen dit. En we gaan beginnen. Tenminste. Ja, we gaan beginnen, ja. Sereno Zuma. Sereno. Gaat nog net goed. Schöne. Kan nergens heen. Varijn. Duarte. Ah, nee joh. Wou ik daarheen? Nee. Maar oké. Boylissen. Kan je dat nog belopen, ja? Oh, ja. Ja. Nee! Verkeerde knop. ik drukte voorzet in plaats van schieten. Oké, dat was wel dom. Maar, kies je nou voor de overtiende bal? Kies je nou snel? Alleen, Igor, nee. Sivkovic. Niet naar huis. Jammer. Nou, dat waren al 2 kansen dat we in het strafschopgebied komen. En dit is... Wat is dit? Buitenspel, oké. Blijkbaar was het buitenspel. Doe maar gewoon een Ziemling, joh. Serieus. Sivkovic. We kunnen weer nergens heen, hè? Ziemling. Boylissen. Net. Wat? Ja, ik deed toch niks, joh. Ik deed helemaal niks. Zinpineetje. Ja. Goed zo, Ziemling. Kies. Nee. Ja, goed zo. Voordeel. Duarte. Schöne. Ah, nee. Net door die laatste man aangepakt. Wel goed, kopwerk van Ziemling. Dat is echt lekker. Sivkovic. Ziemling.
Net niet. Ah, Boylissen, waarom doe je dat? Eigenlijk doe ik het eigenlijk. Maar. In het echt is Boylissen niet lekker bezig. Maar ja, ik moet straks nog even teamformulier maken. Want dit vind ik eigenlijk wel het tweede team. En dan... Wat is dit voor Ferrari, zooi zeg. Wat is dat voor raar... Duarte, wat voor raar balletje is dat, man. Championetje. Maar dat gaan we straks even doen. Eerste en tweede team maken. Oh, goed balletje van Cambuur. Maar daar staat Van Rijn. En daar kom je echt niet voorbij, hoor. Nee. Schöne, je bent lekker snel, hè, man. Cerezo is nog sneller. Ah, Ziemling. Lekker Boylissen. Ah, ja. Oh, goede paas. Kom op. Ja, goed. Sivkovic, geplaatst schot. En het staat dan zomaar 1-0 tegen SC Cambuur. Ik dacht eerst dat het buitenspel was, maar blijkbaar was het geen buitenspel. En dan rond Sivkovic het heel makkelijk af. 1-0. Hij heeft al 5 doelpunten erin liggen. Oké. Gaat lekker. In 10 wedstrijden. Goed. Voordeel. Ah, jammer. Jammer, Cerezo. Nee, joh. Oh, nee. Nee, ze gaat niet... Goed. Ik denk, ze gaat er niet gelijk terugscoren, maar... Oh. Oeps. Oh, ja. Nee. Ja. Oeh, gelukkig. Ah, nee. Hier. Dit is zo'n klungelactie van Boylissen. Hebben ze dat ook in FIFA geprogrammeerd? Oh, nee. Oeh. Gelukkig. Ik denk dat ze hebben ze in FIFA ook geprogrammeerd of zo, maar... Oeh. Dat ze... Die fout tegen... Tegen. Ja, ik weet het niet meer allemaal. Kishna. Oh nee, het is Cerezo, maar dit is wel Kishna. Boom! Oh, niet nou. Oké. Okay. Nou, Duarte, die gaat Duarte blijkbaar nemen. Ik vind het helemaal goed. Dat is Zuma. Oeh, die komt net over. Lekker Zuma. Goed gedaan. Ziemling, met je kopactie. Nee, daar kan je niet bij. Goed, Denzel. Deze keer jij. Echt. Wat heb ik vandaag met praten? Duarte, Boylissen. Kishna. Zo'n trucjes, man. Maar ik kan geen trucjes, dus... Ik kan alleen de hoog houden. Dat vind ik eigenlijk best wel erg. Ah, ik wou gaan schieten. Oh! Bijna nog via geluk had hij hem nog meegekregen. Ah, lekker Schöne. En Zuma. Had Zuma ook wel meegeholpen. Cerezo. Kishna. Boylissen. Nou, dan gaan we maar voorzetten. Doe ik ook nooit meer dat voorzetten. Voorzetten, echt waar. Dat nog staat echt niemand vrij. Oh, Duarte met een schot. Wow, Duarte. Wat kan je hard schieten, man. Championetje. Ik denk, Boom, die gaat erin. Maar nee. En dat was weer buitenspel, maar hij stond helemaal geen buitenspel, dus... Wat is dit voor rare grapjes, jongens? Cerezo. Schöne, Sivkovic bijna. Kom, Ziemling. Jij pakt hem af, hè. Trouwens, is Ziemling... Ziemling is gewoon de aanvoerder, hè. Oké, dat moet ik echt veranderen, want dat wil ik niet. Ziemling is geleend van een club, dus ik wil niet dat hij aanvoerder is. Dat vind ik zo stom. En dit is bij de park geen vrije trap. Oké. Oeh, gaat net goed. Oeh, gaat ook net goed. Meegeven aan Kishna, man. En boom.
Kishna, dat hoor je af te maken, jongen. Dat hoor je keihard af te pakken. Nou, het is toch zo dus, denk ik. Ja, ik zeg het. En het is gelijk rust met 1-0. Magere tussenstand, maar ja. Je weet het maar nooit, hè. Hopelijk wordt de tweede helft beter. Anders is er iets goeds mis. Want Ajax hoort wel van Cambuur te winnen, hoor. Echt waar. Hé, hey, meeleg. Je hebt toch uitgeleend aan Cambuur? Oh, wat doe ik hier? Wat? Waarom zou je zo lelijke voorzet geven? Ik zou dan gewoon eigenlijk gaan schieten gelijk, hoor. Want je kon wel schieten. Maar ja. Ik ben geen computer, hè. Ik ben een persoon. En Bonus hier rent hier er gewoon langs. Alleen kan alsnog niks. Dus heb af maar weer terug naar Kiesje. Oh, Kiesje gaat schieten, hoor. Oh, en daar is Schöne. En die schiet. Ah, oh, man. Waarom schiet je nou over, man? Kan je niet met je linker schieten ofzo? Of wat? Moet je wisselen ofzo? Moet je wisselen voor... weet ik veel. Wie heb ik daar staan? Geen idee. Ah, daar zie ik Siemling. Daar zie ik een penalty. Daar zie ik een penalty komen, hoor. Zie ik dat rood? Nee, ik zie geen kaart. Jammer. Ik denk dat er ook nog wel kaarten bij. Maar dat nou net nog niet, helaas. Ja, loop maar achteruit. Gaat Sivkovic hem ook wel nemen? Dat, volgens mij wordt het Schöne die het gaat nemen. Want ik wil altijd de beste in slagschoppen. 66 maar. Ja, dat wordt Schöne. Ja, stap maar. Loop maar naar achter. Schöne kan ons op 2-0 zetten. En dat doet hij niet. Oh mijn god. Schöne, jij mag nooit meer de penalties nemen. Echt waar. Ik denk dat het ook wel deels aan mezelf ligt, maar... Het ligt niet alleen aan mij. Het ligt ook aan Schöne. Zeker. Ja. Serio. Kom op. Je wordt zomaar weggezet door meneer... Cambuur, dat mag niet. Schöne, nee, we gaan niet voorzetten. Ah, ik doe het toch. Of toch niet. Of toch wel. En dan komt daar meneer Harry, die Duarte heet. En die komt hem in de keepers handen. En dat vind ik best wel knap. Duarte is volgens mij ook klein. En die kopt hem gewoon in de keepers handen. Ik vind het een prestatie. Oh, lekker zien, ding. Je bent echt lekker bezig deze wedstrijd. Zuma, hem op, verdedigen. Oh, lekker Sillissen. Die ging naar de linker kruising, hoor. Sillissen red. Maar ze hebben wel een goal, hè. Onze oud-speler die aan uitgeleend is aan Cambuur, die gaat de goal innemen. En hij komt niet bij hun terecht, maar bij ons. En kunnen we gaan counteren met Sivkovic. Ah, Sivkovic is wel snel genoeg. En de Nienhuis red nog net. Ik denk dat die gaat wel raken. Ik zie net even dat Kwik. Ik hoop dat Kwik wel kent. Is de sponsor van Cambuur. Lol. Het was best een mooie kopbal trouwens. Ah, Duarte. Je moet op de bal aflopen, man. Heb je nog nooit geleerd? Heb je niet opgelet of zo bij voetbaltraining? Dat leer ik wel. Moet op de bal afkomen. En... Kom op. Nee. Van een klein duwtje raakt hij erin en al geblesseerd, hè. Lol. Ja, het is natuurlijk van een ijzersterke speler. Ja, dat ga je wel doen, ja. Dan raak je wel geblesseerd, ja. Dat klopt. Waarom loopt er niemand bij vrij, jongens? Dit vind ik niet kunnen. Dan moet Kiesna het weer in zijn eentje doen, hè. Kijk dan. Kijk, Kiesna moet helemaal in zijn eentje doen. Dat vind ik niet kunnen, dit.
En ik heb niet op. Ik heb hem op gebalanceerd, dus. Ziemling, je was lekker bezig, maar waarom geef je hem nou maar zo uit je handen? Waarom? Je was zo lekker bezig. Kishna. Ah, daar gaat Duarte. Goeie paas. Een uitgooi. Of een ingooi. Wat is het? Is het een uitgooi of is het een ingooi? Dat weet ik niet. Ja, de ridder is geblesseerd. Kishna. Oeh, schöne. Ah, nee, joh. Nog iemand geblesseerd. Deze is kapereerparijden of zoiets. Lol, kijk dan. Als je op de 3D-kaart kijkt, dan zie je het. Kijk daar. Bij het 16 meter gebied. In het 16 meter gebied. Nog wel. Jongen, twee mensen achter elkaar geblesseerd van... Echt, ze zijn slap, man. Zuma is hartstikke sterk. Dus ik vind ze best forse lichaam. Moet ik eerlijk zeggen. En dat was bijna 1-1. Dat moeten we niet hebben. Dus ik zet hem even op ultra verdedigend. Dat doe ik altijd ook bij mezelf. Als ik wedstrijdje speel. Goed gecombineerd, daar gaat Ziemling weer. Jammer. Kom op, Duarte, je kan koppen. Ja, zie je, je kan koppen, hè. Duarte. Ah, net er niet. Oh, ze lopen elkaar in de weg. En het is weer een ingooi. Voor ons. Kishna. Ziemling. Boom! Waarom kan niemand boom doen, jongen? Dat is geen boom, dat is... Bam. Helemaal niks is dat. Oh. Ah, lekker Kishna. Kishna, wat zeg ik nou? Ik zeg Sivkovic. Dat is Kishna, die loopt bij het spelpot. Waarom loop je daar bij het spel? Ik zeg maar even parkeer de bus. Anders, ik wil echt geen tegendoelpunt krijgen. Dus ik dik in de pinari. Want niemand verliest natuurlijk tegen Cambuur, hè. Zeker niet bij de Ajax. Ja, behalve als je Dordrecht heet. Ah, Sivkovic. Nee. Ah, nee joh. Hij versnelt nog een keer. En daarom loopt hij me over de zijlijn. Shit, man. Waarom doet hij dat nou? Dat vind ik jammer. Ik denk, misschien komt er nog 2-0. Maar, nee. Die komt er dus niet. Hey Denzel, wanneer ben je zo snel geworden, joh? Wat? Je loopt heel de verdediging eruit. Oh my god, je loopt heel die verdediging eruit. Ik denk, je gaat scoren, man. Maar nee. Denzel, de verdediger die helemaal naar voren komt op parkeerde bus. Die scoort bijna gewoon, hoor. Maar we winnen met 1-0. Gelukkig nog. En dan gaan we door naar de wedstrijd tegen Barcelona. Maar eerst wat... Ik begrijp dat ik geen vaste basispas heb, maar wil graag meer speeltijd. Nou, dat krijg je lekker niet, want je bent 34 jaar. Ik snap niet waarom Ajax die jou gekocht heb. We gaan... Barcelona nerveus maken. Misschien helpt dat. Even mag een makkelijke overwinning in bekerwedstrijd. Nou, dat zal ik nog weer niet zeggen. Nog leuk... Boer zie geen perspectief meer bij Ajax. Jij ook al? Ja, Leeuwenburg ook al. Die is ook al wat teleurgesteld door kwijt speeltijd. Ja, jij bent nog ietsje beter dan Leeuwenburg, moet ik zeggen. Maar niet veel. Even teamformulier extra maken. Dan doen we dit als eerste team. Moeten we die... Doen we even iedereen vervangen. Ja, Klaassen en Veldman moeten sowieso in. Voor Denzel. Milik komt boven Sivkovic. Dat ook. Van der Hoorn voor boven Denzel, dat weet ik niet. El Ghazi ook niet boven Schöne hoor. Moinzander komt wel boven Denzel, dat denk ik wel.
Waarom sta jij niet daar gewoon? Nee, niet 4 geven, joh. Of wel 4 geven. 4 geven is een beetje in vorm. Verder inworp, oké. Alleen is hij al 25, 71 en dan 71 algemeen. Deze Riedewald is tenminste 18. Dat vind ik nog een beetje normaal. Ja. Dit is dan het. Eigenlijk niet het eerste team, want Durden moet er nou eigenlijk nog in. Het staat wel in voor hem. Lekker. Wat mis ik nog? Ik mis. Ja, Duarte. Je hebt afstandsschoten. Hoeveel goed ben je in afstandsschoten? Afstandsschoten, waar staan die? Op schotkracht 77. Afstandsschoten 72. Nou. Lekker afstandsschoten zeg. En Andersen, waar ben jij goed in? Helemaal niks. Ja, lenigheid. Balbeheersing, dribbelen. Een korte pases. Maar jij wordt echt zo'n paasmannetje. Met visie. Ja, dan doen we anders er wel uit. En dan doen we Elkazi erin. Trouwens, dat doen we wel naar Barcelona. Anders wordt deze aflevering te lang. En dat wil ik niet. Gaan we zo tegen. Ik twijfel over Zimling. Nou, we laten hem gewoon zo. En dan gaan we spelen tegen Barcelona. Oh my god. Oh, dat is een cool t-shirt. Potverdorie. Die is leuk. Maar ja, we doen hem op deze. Nou, tegen semi-prof hebben we er 6 of 5-1 van gewonnen. Gaan we er ook met professioneel tegen winnen? Dat is de vraag. Wel in de Amsterdam Arena. En we trappen nu af. En Fischer gaat gelijk lekker rennen. Oh, vieze overtreding van Sergio Busquets. Zimling. Ninyang. Oh, lekker snel, Ninyang. Ah, hij is echt lekker snel, man. Oh, ja. Vrijtrap. Oh, lekker. Wie is de beste in vrijtrappen nemen? Ja, dat is wel echt wel schön, hè. Maar ja, ik zelf kan geen vrije trappen nemen. Oh, bravo. Ah, die vond ik nog best wel knap van mezelf. Hè. Ik kon niet opscheppen, maar zo heb ik ze nog nooit genomen, moet ik zeggen. Ik heb wel geoefend, maar... Zo? Nee, nog nooit. Dat was bijna 1-0. Door een verder verzeunen. Alleen net gekeerd door Bravo. Echt, die is echt oud. Waarom zou je hem kopen? Ja, dat is echt een vraag. Dat moet je me niet stellen. Ah, ja, daar gaat Fischer. Ah, geplaatst schot. En daar is de Bravo. Ah, Bravo. Goed zo. Bravo. Schön met de corner. Ja, daar staat Zuma. Hier staat Boylissen. Oh, maar net mis. Die was echt maar nog maar net mis, joh. Dat was best mooi schot. Ah, nee, niet Suarez. Ah, kijk, daar hebben wij Zuma voor, hè. Daar hebben wij Zuma voor. Voor de sterkheid. En daar is Ninyang. Met zijn low power. En bijna de skills. Ah, waarom mis je de bal nou zo dit, oh. Zimling. Net Ninyang bereikt. En dat wordt... Penalty. Geen penalty. Waarom geen penalty, jongen? Ik vind dit echt zo een penalty.
Waarom geen penalty? En echt. Ik denk dat jullie ook een penalty hadden verwacht, maar het is weer geen penalty hoor. Het is weer geen penalty. Maar we hebben tot nu toe Barcelona wel in de hand hoor. We spelen veel tot nu toe beter dan Barcelona, maar dat gaat misschien wel veranderen. Nee. Klaassen. Fischer. Klaassen. Net niet de bal kwijt. Fischer. Net ertussen door. En daar is niemand. Maar we hebben nog een ingooi. Daar ben ik nog blij mee. Van Rijn. Voorzetten. Linker Fischer. En daar is iemand geblesseerd. En dat is Mathieu volgens mij. Mathieu. Ben jij geblesseerd? Mathieu. Nee, het is Rakitic. Oké, het is Rakitic. Kan ook. Ja. En Xavi komt erin voor Rakitic, jongen. De 36-jarige Xavi komt erin. Mooi van Boylissen. Ah, kijk, Simling, goed. Bijna. Kom op, Dani Alves, wat heb je te bieden? Een ingooi. Mooi. Fischer. Serrero. Van Rijn met zijn afstandsschoten. Ah, nee. Ja, ze komen gewoon bijna niet over de... Ja, ze komen wel over de middellijn, maar... Niet bij ons doel. Daar zijn ze nog bijna voor mij niet gekomen. Ze hebben nog geen schot gelost. Nee. Want wij pakken hem net steeds af op de middellijn. Serrero, hij wordt vastgehouden door Suarez. Oh, Suarez. Geen Suarez, man. Serrero. Rare dingen, zeg ik. Bijna was Serrero daar met het eerste doelpunt. Simling. Nee. Nee. Ah, nee, Xavi, je gaat het niet doen, hè. Nee. Goed zo. Ah, Schöne. Ah, mooi. Ah, Ninyang. Nee, joh. Net op tijd gekeerd door Dani Alves. Klasse, lekker. Simling. Serrero. Ninyang met het schot. Die gaat hopeloos over. Hopeloos. Echt, was het slechtste schot ever. Kijk, ze hebben nog maar 0 schoten gelost en wij hebben al 6. Jongen, Barcelona is niet meer de Barcelona. Of ik heb hem gewoon op professioneel staan. Ik ben gewoon van wereldklasse. Kan, maar zelf vind ik me echt niet zo goed als wereldklasse. Echt wel. Nee. Maar ja, blijkbaar misschien wel. Ah, eigenlijk had ik daar niet moeten passen. En wat doe ik nou? Rare dingen. Laat het zomaar zeggen. Nou, Fischer, blijf helemaal even staan. En we hebben weer ingooi. Boylissen. Simling. Ninyang. Bravo. Jammer. Veldman koppen. Nee. Wat een tackling, Xavi. Xavi. Serrero, Schöne, Ninyang. En daar is Mascherano. Net door de beentjes. Schöne. Schöne. Lekker, Schöne. Daar is de 1-0. Toch wel opvallend. Want Bravo keerde alles.
En maar daar is Schöne met de 1-0, die Bravo niet kan keren. 1-0 voor Ajax tegen Barcelona. En de klant Schöne heeft hem al 3 inlichten in de Champions Cup. En Klaas heeft geel, oké. Ik denk van die tackle tegen Xavi. Blijkbaar iemand heeft de scheidsrechter omgekocht. Iedereen die tackle maakt op Xavi krijgt geel. Oké. PSG Beşiktaş 1-1, oké. Okay. Wisselen, nou niet wisselen. Dames, over dat team verlier doe ik niet deze aflevering, echt waar. Want ik weet, ik denk dat deze aflevering al echt waar 40 minuten duurt. Als je nu al 40 minuten kijkt. Dat is altijd zo lang, joh. 2 wedstrijden in 40 minuten. Dat is echt vet lang, man. Serieus, waarom neem je nou zo raar aan, hè? Ah, daar gaat Ziemling weer, hè? Echt lekker in de aanval. Opeens. Loopt vaak mee. Goed. Alleen dit kan dit Mascherano niet tackelen. Oeh, Klaas, waarom doe ik het met jou? Straks heb jij nog rood aan je broek, joh. Dat moeten we niet hebben. Nou, Barcelona, je mag wel iets beter gaan voetballen. Want dit is niet de Barcelona van nu. Want hier is Fischer. Bijna. Ah, dat is serieus, hoor. Oeh, Ninyang. Pakt hem wel net af. Klaas ontwijkt een slijding. Hakje. Ninyang nog steeds. Nog een hakje. Serrero. Dat zijn 2 snelle. Serrero bijna met tackle. Schöne alsnog. En daar zie ik Boylissen. Oh, het is Fischer trouwens. Ik denk het is Boylissen. Maar het is Fischer die hem erin knalt. 2-0. Het had wel iets moeilijker tegen dan op Zeeprof, maar echt steeds makkelijk. Maar ja, dat is ook niet echt gebeurd. Dus voor de rest niks te klagen. Wel paas van wat ik weer dacht van het is buitenspel. Maar het is toch alsnog een doelpunt voor Victor Fischer. En dan staat het opeens 2-0. Ja. Het is de conclusie en hier is een redding van Siddelsen. En ik wou hem even op deze defensief zetten. Maar Busquets pakt hem af of weet ik niet wie. En Pedro probeert trucjes te doen tegen Ziemling, maar dat nee. Moet je niet doen. Gewoon niet. Ah, kijk, ze kunnen er niet langs, hè. Ze hebben nog maar 1 schot gelost op Siddelsen. Schöne vraagt om de bal, krijgt hem. Schöne, corner. Ik denk die gaat er nog in. Ah, nee. Messi komt erin voor Suarez, oké. Okay. Hier is een kopbal. Maar die gaat er niet in. En die is Alba met zijn snelheid. En die geeft een hele mooie paas op Neymar. Maar daar staat Boydussen. Klaassen. Schöne vroeg de bal, maar komt net niet aan. Pedro. En daar is Veldman. En hier is Klaassen. Daar is Fischer niet. En daar is Veldman. Ah, iedereen kan wel tegen Messi op met zijn kleine koppie. Kleine lichaam. Maar hier is Messi. Oeh, die schoppen wij gewoon onderuit. Gewoon doen.
Maar hier is Dani Alves met de vrije trap. Eigenlijk moet Veldman dat doen. Veldman. Messi het doen eigenlijk, vind ik. Messi is er beter in, denk ik. En Iniesta gaat eraf voor Rafinha. Oké, interessante wissel. Dat had ik niet gedaan. Nee. Had niet gedaan, nee. Oké, we komen er officieel niet meer bijna, niet meer langs. Nee. Ik zet hem op ultra verdedigend. Wat is dat nog iets raars? Waarom zou je dat doen? Oké, dat is wel goed. Ah, Boyerson. Dat is geen rood, maar een schil. Gelukkig is het geen Klaassen die... die een vrije trap krijgt. Gelukkig. En daar is Veldman. En daar is Fischer. Niang. En die we verliezen weer de bal. En daar is Pedro tegen Van Rijn. Wie gaat er winnen? Daar is een voorzet, maar Messi is te klein om te koppen. Uf, net op tijd. Niang tegen Xavi. Wie gaat er winnen? Het is Xavi. Helaas. Ah, goeie slijding, Zimling. Fischer. Goed. Kan voor de rest nergens heen. Niang. Rare acties. Fischer. Terug naar Niang. Goed gecombineerd. Om de keeper heen. En dan is het voor het inschieten van Niang. Het staat 3-0 tegen FC Barcelona. In de 87ste minuut. Goed gepaast. Tweede doelpunt voor Niang. Nou, niet deze wedstrijd volgens mij. Maar wel in de Champions Cup. Hij heeft eigenlijk een soort van hat-trick nu. Niet helemaal. Maar... Oh, ze willen nog iets terug doen. Maar dat lukt ze niet. Ik zou zeggen, laat Iniesta en Suarez en Messi er gewoon in. Dan heb je toch, vind ik, het beste elftal ever. Maar nee, dat doen we niet. En Fischer komt er gewoon bijna langs Jordi Alba en Rafinha. Maar natuurlijk weer niet, hè? Nee. Oh, daar is een voorzet. En die koppen wij terug naar Silasen. Schöne, Niang. Wie is sneller? Rafinha. Ah, Niang is moe, dus. Kan ik niks tegen zeggen. En we hebben gewonnen met 3-0 tegen Barcelona. Maar net zo goed als de vorige keer. PSG heeft gewonnen van Beşiktaş, zie ik. En dan gaan we de volgende aflevering tegen Feyenoord. En wat is dit? Oh, dit... dit gebeuren. Pom. Van Vaart of Wijnaldum. Of Klaasie. Dus... Rob ook mee. Oh jawel, Rob is wel mee. Ik denk, waar is Rob het nou? Oké. Okay. Gelukkig. Ja, net een jong Klaasie. En Wijnaldum of Van der Vaart? Wijnaldum. Michel Vorm of Stekelenburg of Zoet? Ik kies Michel Vorm. Ga ik eruit en... Stekelenburg, Zoet, Vermeer. Zoet, Vermeer maakt heel veel foutjes en Zoet maakt wereldreddingen. Vind ik. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Geef deze video een like. En tot de volgende keer. Doeg.